Voorzitter, afgelopen donderdagmiddag werden wij overvallen door het bericht dat de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking versneld financiële hulp geeft aan VN-organisatie UNRWA. Zo stelt zij de volledige jaarbijdrage van 13 miljoen euro per direct beschikbaar. Het is heel jammer dat de minister van BUHOS hier vandaag niet zelf aanwezig is om tekst en uitleg te geven. Zeker in het licht van haar persoonlijke betrokkenheid bij deze organisatie. Misschien is het wel goed als ik het zo hoor dat ik hier dan sta in plaats van mijn collega. Want dan kan ik eens even heel helder aangeven, voorzitter, dat ik denk dat het verstandig is dat er dus opgehouden wordt met het leggen van de persoonlijke link van de echtgenoot van mijn collega en inhoudelijke zaken. Leden van het kabinet zitten hier namens de kroon, doen hun werk namens de kroon en dienen beoordeeld te worden op hun werk hier politiek. En dit soort suggesties, voorzitter, zou ik bijna als persoonlijk feit namens iemand anders willen neerzetten. Dit is niet de wijze waarop we hier politiek moeten bedrijven. Werp ik ver van mij. En ik vind het goed dat ik dat kan uitspreken en dat mijn collega dat niet zelf hoeft te doen. Ja, voorzitter. Eerst even het volgende. Ik ben blij dat de minister zelf al even aangaf. Hij sprak over de man van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik doelde eigenlijk op het werkverleden van de minister van BUHOS, maar ik dank de minister voor deze aanvulling. Vervolgens hoor ik weer een heleboel angsthazerij van we moeten ze helpen, want anders komen ze deze kant op. En het geld is op, het geld is acuut op. Dit voorspelt niet veel goeds.